Het zal u niet ontgaan zijn, koningin Beatrix gaat aftreden en koning Willem-Alexander gaat de troon bestijgen. En in het kader daarvan vinden door heel Nederland heen de koningsspelen plaats. De Verkampenschool in Vlaardingen trapt daarmee af en zij zullen ook als eerste de medaille krijgen van de burgemeester. Wat zien jullie er prachtig uit? En hebben jullie zin in Koninginnedag of in Kroningsdag? We hebben zin. Want wat gaan jullie doen dan? Spelen, feestvieren. Ja, ben je benieuwd? Dit is de eerste. Kan jij zien wat het is? Een medaille. Hij ziet eruit als van goud, hè? Ja. Het is een bijna gouden medaille. Oh jee. Toch mijn ketting. Echte burgemeester. Burgemeester Bruinsma, wat hebben we hier zojuist gezien? Ja, dit was de uitreiking van de eerste herinneringsmedaille. Die speciaal gemaakt is voor alle kinderen van de basisscholen in Vlaardingen. Gesponsord door het Fonds Schiedam-Vlaardingen, de gemeente en de Stichting Nationale Gedenkdagen. Ja, en dat is de kroningsmedaille. Dat is een heel oud gebruik. Dat gaat wel tot 1200 terug. Waarbij als de koning of de koningin werd gekroond, een herinneringsmedaille werd gemaakt. En dat hebben wij vandaag voor het eerst uitgereikt. Het was op de Verkampenschool. De kinderen deden behoorlijk mee, zag ik. Ja, die moesten ook, dat had ik niet bedacht, maar die moesten ook een beetje dansen. Ze hadden een dansje ingestudeerd. Nou, dat was fantastisch natuurlijk. Want het is ook, wij krijgen koningsspelen. Hè? Alle kinderen die gaan aan sport doen. Ze krijgen geen vrij, maar ze gaan wel een sport doen. Nou, dat slaat enorm aan. En hier hebben ze vast geoefend. We hebben heerlijk gedanst. En waarom hebben we gedanst? Omdat de eerste medaille van de Koningsspelen in Vlaardingen werd overhandigd. De Koningsspelen, vertel eens even, wat zijn dat? Nou, zoals we weten gaan we een koning krijgen, dus we krijgen een troonwisseling. Dus alle basisscholen in Vlaardingen die gaan de Koningsspelen doen. Dat betekent dat ze een gezamenlijk ontbijt krijgen, een gezond gezamenlijk ontbijt, niet heel onbelangrijk. En daarna gaan ze een sportdag doen. En deze school doet het op woensdag, andere scholen doen het op vrijdag, maar in heel Nederland wordt dat gedaan. Dan krijgen ze een medaille en die medaille die, is hier als eerste overhand. Het is een bijzonder moment. Kortom, heel Nederland in beweging. Zeker weten. En ze geven hier een heel goed voorbeeld, want die kinderen hebben onwijs goed gedanst. Ja. Kijk, de burgemeester is staan. Ik kan hartstikke goed dansen. U moest zelf ook mee dansen net. Hoe is het met uw heupbewegingen? Nou, dat weet ik niet, maar ik heb mijn best gedaan. Degene die die training gaf, die ken ik nog wel. Deze mevrouw, die was voor de buikspieroefeningen. Nou, daar heb ik bijzondere herinneringen aan, zal ik maar zeggen. En wat hebben jullie net gedaan? We hebben gedanst met de burgemeester. En er wordt een medaille uitgereken voor de koning en de koningin of zoiets. Sportdag. Je hebt hem nog niet gehad, de medaille? Nee, nog niet. Dus die wordt op een andere dag uitgereikt? Ja. Oké, en kon de burgemeester een beetje dansen? Ja. Vond je hem soepel in zijn heupen? Nou, best wel. Maar hij deed wel zijn best, hè? Ja. En die dame die dat allemaal aan elkaar praatte, kon die een beetje dansen? Ja, die wel. Ja, goed. En wat voor dansjes hebben jullie gedaan? Voor prins Willem-Alexander, nou ja, koning Willem-Alexander bijna. En over de troon. Ja, wat voor bewegingen moest hij allemaal maken?
Nee, je stond dat je op de wc zat. Op de wc. Ja. Hey, hoe was het? Meters! Was geweldig! Super gaaf! Swag! Cool! Super awesome! Heel erg gaaf! Fantastisch! Leuk! Bijzonder! Vet gaaf! Super gaaf! Heel erg leuk! Super awesome! Fantastisch! Cool! Vet bijzonder! Echt, ik vond het heel erg gezellig. Uniek. Super gaaf. De burgemeester heeft goed meegedanst. Ik heb niet alles gezien, want hij stond achter. Maar ik heb mooie complimenten over hem gehoord. Ja. Nou, ja, het past helemaal in waar we in Nederland mee bezig zijn. Hè? Iedereen in beweging. Ja, ik denk dat dit een heel goed voorbeeld is van alle negatieve berichten zijn van dat we te weinig bewegen. Deze kinderen hebben vandaag in ieder geval alvast 30 minuten bewogen. Kunt u de medaille nog even laten zien? Ja, natuurlijk. Mijn keten zit daaronder, maar dit is de medaille. Nou ja, u ziet het. Het Rijkswapen staat erop en op de achterzijde staat genoteerd wie deze medaille mogelijk hebben gemaakt. En ik heb tegen de kinderen gezegd, hij is bijna van goud. Hij is bijna van goud, ja, dat is te zien. Ik denk dat we kunnen spreken over een historisch moment, want de gemeente Vlaardingen was de eerste gemeente waar de Kroningsmedaille uit is gereikt. En ja, als het Koninginnedag zeg maar zo'n mooi feest belooft als wat de kinderen hier net hebben laten zien, dan heb ik er al zin in.